Het gaat niet om de persoon van deze koning. Zelfs al zou je helemaal een republiek hebben. Als er één entiteit is die aan alle kanten van de trias allerlei bevoegdheden heeft, dan is dat gewoon heel onwenselijk. Je wil gewoon een onafhankelijke rechter. En het is misschien goed om even na te denken. Stel dat de koning nou een bekende Nederlander was. Een andere bekende Nederlander. Bijvoorbeeld Jeroen Pauw. Heb jij dan het gevoel dat je een eerlijk proces krijgt als je een procedure hebt met Jeroen Pauw? Je loopt die zaal binnen en achter de rechter hangt een heel groot portret van Jeroen Pauw. En jouw advocaat die heeft trouw gezworen aan Jeroen Pauw om advocaat te kunnen worden. En ook de rechter heeft trouw gezworen aan Jeroen Pauw. En je moet regels inroepen die zijn aangenomen door mensen die zijn benoemd door Jeroen Pauw. En bovenaan die regel staat ook: hallo beste lezer, de groetjes van Jeroen Pauw. En de regels zijn allemaal ondertekend door Jeroen Pauw. En ze zijn ook niet geldig als ze niet zijn ondertekend door Jeroen Pauw. En Jeroen Pauw heeft ook over al die regels geadviseerd, want hij is ook voorzitter van de Raad van State. En als je dan zegt, nou, dit vind ik toch een beetje gek, dan zeggen mensen, ja, maar het is gewoon een hele fijne, leuke vent, die Jeroen Pauw. En hij maakt zich helemaal niet druk om al die bevoegdheden. En als je dan vraagt, oké, maar mag ik dat misschien controleren? Heeft hij dan nog nooit iets tegengehouden? Dan is het antwoord, nee, dat kun je niet controleren. Want Jeroen Pauw valt niet onder de WOP en dat is allemaal staatsgeheim, of hij wel of niet gebruik maakt van zijn bevoegdheden. Nou, heb je dan het gevoel dat je een eerlijke kans krijgt bij de rechter?